Yo mensen, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe Formule 1 Microwave Mode video. Vandaag zonder facecam, maar ik heb toch een lelijk hoofd. Dus waarschijnlijk vindt niemand dat erg, maar hey. Doe toch even een blauw duimpje omhoog, vergeet je niet te abonneren. En inmiddels zijn we lekker onze week aan het vol plannen met sponsorbijeenkomsten en evenementen om allemaal onze faam nog wat te verhogen. Ook doen we een G-krachttraining. Ik was nog niet helemaal overtuigd of dat het werkelijk invloed had. Daarover zometeen meer. Ook doen we een grote upgrade aan het chassis. De gewichtsverdeling wordt daardoor beter. Ook hebben we een grote aerodynamica upgrade in de pijpleiding. En die lukt gewoon. Een grote upgrade die lukt. Dat is heerlijk in één keer. Dat is wat je wil hebben. Hier ging ik ook nog even checken. Kijk, je ziet, het lijkt alsof het iets eenmaligs is dat zijn racekracht omhoog gaat. Want vorige aflevering had ik ook iets getraind. En ik zag dat dat alweer weg was. Ik snap er helemaal niks van. Dan vervolgens gaan we voor 5 miljoen een upgrade doen aan de bouwtijd van de aerodynamica afdeling. Waardoor dat ik nu ook gehaaste upgrades kan doen. Hierdoor versnelt de bouwtijd maar liefst met 40%. Het was al 20% en nu verhoogd naar 40%. En door de upgrade die is gelukt aan de aerodynamica, zijn we nu het 6e team wat aerodynamica betreft. Terwijl dat we eerst 3e van onder waren. Dan is het nu tijd voor de race van Hongarije en we beginnen in de vrije training. Jullie weten het vast nog van vorige aflevering. Ik had een sponsordeal afgesloten van meer dan 3 ton bonus op het moment dat ik in een sessie de snelste tijd zou rijden. Natuurlijk is dat in de race, de kwalificatie en eigenlijk nooit mogelijk. Maar in vrije training 1 kan het. En je ziet hier ook dat ik met nog 40 seconden op de klok de snelste tijd neerzet en die uiteindelijk behoud. Dat komt ook voornamelijk omdat het heel lang heeft geregend, omdat maar een paar mensen op droge banden hebben gereden en niemand dus een kwalificatiepace heeft geoefend. Je ziet ook in vrije training 2 wordt gewoon weer rustig 20ste. Dus het is niet alsof ik daadwerkelijk de snelste ben. Nee, het is gewoon dat niemand dan op dat moment echt volle gas aan het pushen is. En is ik dan als enige wel. En we zetten dus die snelste tijd neer. En dat betekent dus dat we 3 ton bonussen krijgen. Je ziet hier, inmiddels zijn we in de kwalificatie bezig dat ik daar een foutje maakte. Ik raakte namelijk die stenen binnenkant. En dat moest je gewoon niet doen. Want dat kost je zo ongelooflijk veel tijd. Je ziet dat we uiteindelijk naar plek 16 zijn gezet. En dan uiteindelijk worden we zelfs 17e. En 17e betekent dat je niet doorgaat naar Q2. Je zag hier weer die stenen rand. En nu ontwijk ik hem. Ik pak in één keer 15e ten opzichte van mijn vorige tijd. Alleen dat moment, dat is ook het enige. Voor de rest is het rondje eigenlijk exact hetzelfde. En dan hebben we dus 5,5 tiende gewonnen. Worden we 11e, rijden we een 1:15.973. En gaan we door naar Q2. En ik moet zeggen, we zijn natuurlijk op de Hungaroring. En dit circuit, dit ligt mij wel. Ik vind dit echt een heel lekker circuit. Ik moet ook zeggen, die aerodynamica upgrade die we hebben gekregen is echt precies op tijd binnengekomen. Want dit is natuurlijk niet echt een power circuit. Maar ja, is meer belangrijk je downforce, et cetera. Het zijn veel, toch wel veel snelle bochten ook die je neemt. En ik voelde me goed op dit circuit, moet ik zeggen. Ik had het idee van, hey, het kan wel weer eens zo zijn dat ik een keer Q3 ga halen. Dat had ik eigenlijk al vanaf het begin. Het is lang geleden dat ik Q3 gehaald heb. Maar met een beetje geluk dacht ik, het is zeker mogelijk. In onze eerste ronde in Q2 rijden we een 1:15.6. Dat is nog 3/10 sneller dan dat we in de eerste kwalificatie deden. En dan doen we vervolgens nog een tweede rondje. En je ziet dat die nagenoeg gelijk is, maar net sneller, net langzamer. Dan ga ik hier iets meer op de curb, schuif ik eraf. En dan kom ik heel goed weg dat ik alleen mijn frontwing verlies en niet mijn ophanging. Want als ik mijn ophanging verlies, is het klaar. Kwalificatie afgelopen. Start ik als 10e maximaal. En nu is er nog een kans dat ik door kan naar Q3. Want op dit moment, je ziet het linksboven staan, hebben wij de 8e tijd. En let op, ik druk op start om te kijken van, misschien kan ik even een herhaling laten zien van hoe ik crashte. En dan rijden we nog steeds met een kapotte frontwing en opeens zijn we 6e. Echt een zieke glitch van de game. Ik heb echt geen idee wat hier gebeurd is. Want ja, ik heb helemaal mijn tijd niet verbeterd. Ik heb nog steeds die 1:15.6 staan. Maar ik drukte dus op pauze en toen stond ik 8e. En toen kwam ik terug van de pauze en was ik opeens 6e. Fantastisch! En dan überhaupt opvallend, Hamilton is eruit. Op de mediumband heeft hij het geprobeerd, is het niet gelukt. Ook Leclerc hadden maar net 10e geworden. Daardoor zijn die 2 van die top 3 auto's wel achter mij geëindigd. Dat is wel de reden dat ik 6e was, anders was ik al 8e geweest. Maar het zijn van die rare dingen dat dan zo'n Hamilton opeens niet Q3 haalt. Dat is een soort van, ja, lijkt wel een soort van glitch of zo die dan in de game zit. Ik weet dat mensen nu gaan zeggen van, ja Rob, maar het is echt niet realistisch dat je Q3 haalt en je moeilijkheid staat te laag. Ja, bla bla bla, we kennen dat verhaal onderhand. Bullshit in mijn ogen. Dit is gewoon een circuit wat een keer goed ligt. En over het algemeen haal ik nooit Q3. Ik heb het 2 of 3 keer gehaald, dus het kan gewoon een keer dat het wel lukt. Ik bedoel, Kvyat heeft het ook gehaald en zijn auto is slechter dan die van mij. Dus alsjeblieft, bespaar me die comments, want je merkt het. Ik word er boos van, jongen. Fucking boos, godverdomme. Ondertussen zijn we als eerste rondje in Q3 aan het neerzetten. En ik moet zeggen, het ging aardig lekker. We waren aardig lekker op weg. Op dit moment was het de snelste tijd die wij persoonlijk hebben gereden in Q2 1:15.6. En nu zetten we zelfs een 1:15.6.
15-3 neer. Ik wilde er eigenlijk nog een tweede run achteraan gooien. Ik had ook expres iets meer brandstof erin gedaan. Zodat ik met een nog lichtere auto, omdat natuurlijk brandstof verbrandt, waardoor dat je auto minder zwaar wordt. Met een nog lichtere auto nog een rondje kon doen. Maar ik kwam hier achter Leclerc terecht. En ik was er ook niet echt mee bezig. Want je zag me toen ik over start finish kwam met het stuur weven. En toen lag ik hier al 1/2 tiende achter op mijn snelste tijd. Toen heb ik het rondje afgebroken. Niet afgemaakt. Maar uiteindelijk eindigen we wel als 7e achter Lance Stroll voor Sergio Perez, voor Kvyat, voor Sainz. Dit circuit ligt me. Ik heb zin in de race. Het is tijd om te racen in Budapest. We maken ons klaar voor een nieuwe ronde vol Formule 1 actie. We verwachten niet al te veel uitvallers op dit circuit. Er zijn hier genoeg huidige en voormalige coureurs met foutloze finishes. In het bijzonder Ralf Schumacher, die in alle 10 van zijn Hongaarse Grand Prix starts over de streep is gekomen. Ja, ik ben benieuwd wat we vandaag voorgeschoteld krijgen. Ging je kijken, uiteraard, als allereerst, daar begin je race altijd mee, met je strategie. Hoe gaan we stoppen met onze banden? De voorgestelde strategie was soft naar hard. Ik heb even getest, wat is het als ik soft, medium, soft doe? 2-stop strategie, allemaal trager, je ziet 6,5 seconden trager. Dus we gaan gewoon voor die 1-stop strategie van soft naar hard. En dat heeft ook te maken met traffic, met verkeer. Het is een baan, Hongarije, waar je niet makkelijk kan inhalen. Zeg maar gerust, heel moeilijk. Dus op het moment dat jij naar binnen gaat snel en nog een keer naar binnen gaat, kom je gewoon achter slomere auto's terecht waar jij niet voorbij gaat komen. Terwijl dat we inmiddels onderweg zijn richting bocht 1, heeft Kvyat een heerlijke start gehad achter ons. Zit hier nu aan onze buitenkant, starten natuurlijk vanaf de 8e plek. Perez een slechte start gehad, teruggevallen naar juist weer die 8e plek. En Kvyat zit inmiddels aan onze binnenkant. Als we aanremmen voor bocht 2, doen wij dat wat later. Nemen we een wat wijdere lijn. Op zich zie je Vettel bijvoorbeeld ook die lijn nemen. Het kan wel. En dan bij bocht 3 zitten we hem dan uiteindelijk weer ervoor. En zijn we Kvyat alsnog weer terug voorbij. Waardoor dat we dus van 6 naar 6 gaan. Een prima start. Voor de eerste keer gewoon vanaf rij 3. Rij 3, dat klinkt wel echt heel erg lekker, moet ik zeggen. Het is natuurlijk ook wel zo dat Max Verstappen had een grid penalty genomen. Die startte eigenlijk voor ons. We hadden ons natuurlijk als 7e gekwalificeerd. Maar hij moest motoronderdelen verwisselen, iets in die richting. En ik moet zeggen, ik ben daar heel zuinig mee. Ik heb ook bewust, omdat dit is geen power circuit. Hiervoor heb je geen rauwe power nodig op Hongarije. Vergeleken met andere circuits. Hier gaat het meer om aerodynamica, chassis, et cetera. Dus ik heb expres wat oudere onderdelen in mijn motor gelegd. Waardoor dat ik dus, als het ware, onderdelen bespaar voor momenten dat ik het nodig heb. Want nu heb ik ze toch niet zo hard nodig. En daardoor hopelijk kan ik in de toekomst grid penalties voorkomen. Terwijl dat we meekijken bij de start van Dani Kvyat, die heel goed weg is. Is meteen Perez aan zijn linkerzijde eigenlijk al voorbij. Schuift dan op van 8 naar 7. Zit hier aan onze buitenkant, waardoor dat hij uiteindelijk zelfs heel even opschuift naar 6. Maar je ziet uiteindelijk dus straks richting bocht 3 dat we uiteindelijk toch de positie weten te behouden. Elbows out, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar of het allemaal even netjes is, ik weet het niet. Maar dat is gewoon hoe wij racen, hoe wij zijn hier bij Wosterbroodje Racing. Je kijkt hier, hij houdt in en dan zet ik hem gewoon lekker voor. En dan is het op het begin altijd een beetje aankijken van, hey, hoe sta ik ervoor? Een beetje aftasten van, kan ik bijblijven, kan ik niet bijblijven? En in rondje 3 zie je dat ik best aardig bij kan blijven bij Stroll. Kvyat op zijn beurt kan ook weer bijblijven bij mij. Dus je ziet die paces altijd wel allemaal ongeveer wel een beetje gelijk. Terwijl dat voorin natuurlijk die gasten, die rijden bij ons weg. Hè? Vettel, Bottas, et cetera, et cetera, et cetera. Overigens, voor de geïnteresseerden, deze bocht, aanremmen deze bocht, dat is de plek waar Verstappen eraf ging in zijn outlap richting de grid toe in Hongarije. Weet je wel, dat hij voor het begin van de wedstrijd al zijn auto kapot reed. Over Verstappen gesproken, hij had natuurlijk een grid penalty. En Hamilton had zich slecht gekwalificeerd. En deze gasten, dit is dus wat ik bedoelde, zitten vast in verkeer. Zitten vast achter Kimi Raikkonen op plek 12 en 13. En na 5 rondjes tijd zijn ze er nog steeds niet voorbij en rijden ze 12 en 13. Hamilton en Verstappen. Yep. Inmiddels einde rondje 6, dus eigenlijk ingaan rondje 7. Check ik mijn banden, 52% op een linker achterband. Op zich ging het nog wel, maar Stroll besluit naar binnen te gaan. Onze geplande stop was ook pas volgend rondje, dus logisch dat wij doorreden. Maar we gaan kijken wat Lance Stroll gaat doen. Voor Lance Stroll is inmiddels Sebastian Vettel ook al binnen. En die gaat van soft naar medium. Lance Stroll van soft naar medium. Achter hem, Dani Kvyat naar binnen. Die raadt het al, van soft naar medium. Carlos Sainz naar binnen. Yep, ook van soft naar medium. Dus die gasten gaan allemaal voor de 2-stop strategie. Die gaan soft, medium, soft doen. Jullie hebben het mij voor de wedstrijd zien testen. Voor mij was dat in ieder geval niet sneller. Plus verkeer. Komen we zo nog op terug. Want inmiddels ga ik mijn pitstop maken. Einde rondje nummer 7. En ook het einde van mijn zachte soft compound band. En met mij ging bijvoorbeeld ook achter mij Perez naar binnen. Die ging van soft naar hard.
Max Verstappen, achter mij, leuk om te zeggen, van soft naar hard. En ook ik dus, van soft naar hard. Dus deze guys, wij, gaan wel allemaal voor de één-stop-strategie. In tegenstelling tot de vorige aflevering, waar we natuurlijk door een Racing Point werden ingehaald in de pitstraat, is onze stop nu wel goed genoeg, blijven we voor Perez. Maar je ziet wel, links in beeld, komen die guys die net het vorige rondje hun pitstop hebben gemaakt voorbij. Stroll is inmiddels al voorbij en we sluiten aan achter Kvyat, terwijl dat we voor de pitstop nog voor Kvyat zaten. Dus wel weer een positie verloren. Dan hebben we ziek overstuur verliezen. De achterkant compleet. Natuurlijk koude banden en sowieso hardere banden. Dus die warmen ook minder snel op. Zitten we zij en zij met Carlos Sainz. Laten we hem weer staan. Ik wist ook gewoon als je hem hier laat staan dat zij altijd van hun lijn afgaan en je voorlaten. Nogmaals, een herhaling is te zien dat inderdaad dus Kvyat een positie op ons wint. Wat op zich wel logisch is, want hij reed op nieuwe medium banden. Heeft hij natuurlijk een snelle ronde kunnen rijden. Terwijl dat wij een ronde op onze oude SOS moesten rijden. En een pitstop gemaakt en heeft hij ons daardoor dus ingehaald. En uiteindelijk blijven we gelukkig wel nog voor Carlos Sainz. Omdat wat ik al zei, die wijken hier altijd uit in deze bocht als jij op de racelijn zit. Echt fijn. Dan nu het verhaal waarom de tweestop niet werkt op de Hungaroring. Dat gaan we nu zien. Het idee van een tweestop, voor de mensen die dat niet weten, is dat je dus soft, medium, soft gaat. Terwijl dat ik van soft naar hard ga. Wat dan dus het idee is, hè? We nemen in dit voorbeeld even Kvyat en Stroll, aangezien zij... ja, om mij heen zitten. Kvyat zat net achter me, nu voor me. En Stroll zat al voor me. Maar het idee is, zij rijden nu op zachtere banden. Die zijn sneller. Dus zij gaan bijvoorbeeld 10, 15 seconden bij mij wegrijden. Vervolgens maken ze een tweede pitstop. En dan hebben ze weer nieuwere banden dan ik. Want ik maak geen tweede pitstop. En dan gaan ze weer 5 seconden goed maken. En dan hebben ze dus 20 seconden goed gemaakt. En de pitstop duurt bijvoorbeeld 19 seconden. Dus hebben ze een seconde op je gewonnen. Dat is de tactiek. En dan denk je, ja maar op, waarom rij je Kvyat en Stroll dan nog steeds voor je en rij ze niet bij je weg? Dat is dus wanneer verkeer om de hoek komt kijken. Want voor hun rijdt George Russell in zijn Williams. En dan denk je, ja, hoezo rijdt George Russell daar? Nou, die is gestart op mediums. Dus die hoeft pas in rondje 15 of zo naar binnen. Terwijl dat wij zijn gestart op soft. Dus wij moesten al in rondje, 6 en 7 naar binnen. Hierdoor komen wij dus achter een trage auto terecht. En normaal zou je zeggen, dan haal je hem in. En dan komt dus het ding waarom het niet werkt op de Hungaroring. Je kunt niet makkelijk inhalen. Dus wij worden eigenlijk opgesloten achter de Williams. Verliezen daardoor allemaal tijd. Alleen zij gaan nog een keer een pitstop moeten maken en ik niet. Zij moeten bij mij wegrijden. Als het zo blijft als nu, helemaal niet erg. Voor mij boeit dat helemaal niks. Want zij moeten toch nog een pitstop maken en zij moeten nu juist die tijd op mij gaan winnen, omdat zij dus op zachtere banden rijden dan dat ik rijd. Is dit voor hun het key moment in de race. Daarom maakt het ook helemaal niet uit dat ik zojuist werd ingehaald door Sainz. Want natuurlijk kun je wel inhalen. Eigenlijk alleen aan het einde van het rechte stuk. En hij rijdt op zachtere banden, maar ja, ik kan daar wel helemaal moeilijk voor gaan doen. Maar ja, hij moet toch 15 seconden bij me wegrijden. En als hij dat niet doet, dan haal ik hem uiteindelijk toch wel in wanneer hij een pitstop maakt. Dus geen wolkje aan de lucht voor mij. Pure ontspanning dit. Gewoon lekker rijden. Je ziet het ook bij Albon en Bottas, die nummer 2 en 3 reden voordat ze pitstop maakten. Vettel rijdt hij nog achter, die reed vierde voor de pitstop. Maar die zitten allemaal vast in verkeer. En zij zitten vast achter Gasly en mijn teamgenootje Nick de Vries. Je ziet zelfs dat Bottas op het rechte stuk Gasly gewoon niet voorbij komt. En dat is dus... wat verkeer is op een circuit als Hongarije, als Monaco, waar je lastig inhaalt. Dat is gewoon de key. Als mensen zich dan afvragen, is het in de echte Formule 1 ook zo? Ja, wel, maar wel in mindere mate. Ik heb wel het idee dat de computer echt maar heel zelden elkaar inhaalt op een circuit als dit. Maar het gebeurt wel, want je ziet hier aan het einde van het rechte stuk, is het dan uiteindelijk Stroll die de eerste is die de Williams van Russell weet in te halen. De veel tragere Williamsen. Ik zweer het, je moet vaak echt nog eerder remmen of even van je gas af, omdat zij zo... traag zijn. Een rondje later. Let eerst eens even op hoe ver Stroll weg is. Je ziet hem niet eens. Maar dan zie je, jawel, Kvyat gaat het dan ook proberen op exact dezelfde plek. Terwijl dat Stroll dus in één rondje tijd echt al 1,5-2 seconden wegrijdt. Ongekend. Maar Kvyat mislukt het. Het mislukt hem om een Williams in te halen. Nou, ik was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Ik zat me ook een beetje te irriteren van, gasten, rij die vent nou voorbij. Ik ga je buitenom bij bocht 3. Aan de binnenkant dan vervolgens bij Carlos Sainz. Geef hem nu wel gewoon ruimte. Dat deed ik de vorige keer niet. Nu wel gewoon ruimte, want ik wist van, ja, ik zit er wel echt dik achter. Maar ja, ik maak gewoon een inhaalmanoeuvre op een auto die nog een pitstop moet gaan maken. En op zachtere banden rijdt. Dat is echt ongekend. Sowieso ongekend dit. Hoe kan het zijn dat die Fiat in godsnaam die Russell niet voorbij komt? En dan hier hebben we mooi de buitenkant. En ik moet echt zeggen, fair and square. Ik liet hier gewoon ruimte nu aan de buitenkant. Dat deed ik net niet. Maar... nu wel. En ik heb de positie te pakken. En we schuiven één positie op. Voor zover we daar iets aan hebben. Het rechte stuk rondje later namelijk. Ja, hij rijdt nog steeds wel op medium banden natuurlijk. Terwijl dat ik op hards rij. Hij is gewoon sneller. Hij heeft veel meer tractie. Veel beter uit die laatste bocht. Dan gaan we weer te vroeg op het gas. Verliezen we onze volledige achterkant. Gelukkig gaat het allemaal weer maar net goed. Krijgen we nog wel even een kleine waarschuwing die wel terecht is. En dan houden we de binnenkant. En dan weten we die volgende bocht. Dat is die plek waar ik hem constant liet staan. Maar dat doet
Carlos Sainz ook. Die denkt, het is goed geweest. Jij laat hem hier staan, dan doe ik het ook. Nou, helemaal prima. Even goede vrienden. Ik ga van de baan af. Behoud wel de positie. Ik blij. Hij minder blij. Want als we in de herhaling kijken, dan zien we eerst dat moment dat Kvyat Russell eindelijk voorbij is. Nou, knap hoor. En dat dan dus Sainz mijn binnenkant ook inmiddels te pakken heeft. Dan gaan we zij aan zij door bocht 2 heen. En dan die bocht 3, waar eigenlijk maar één lijn is. Niet eigenlijk. Er is maar één lijn. En Sainz denkt, ik laat hem staan. Daardoor word ik van de baan afgedrukt. Gelukkig geen schade bij beiden. Maar Sainz verliest dan wel nog een plek aan Perez. En heeft nu inmiddels Verstappen achter zich zitten. Want ja, die doet ook nog mee. En Russell was het inmiddels gewend. Want het gebeurde al 3 rondjes achter elkaar. Elke keer op het rechte stuk werd hij gewoon voorbij gereden door snellere auto's. Maar zo gezegd, hij zat daar omdat hij dus nog geen pitstop had gemaakt. Wij pakken hem buitenom. In tegenstelling tot Kvyat lukt het ons wel. En let dan op, Kvyat is dus in een rondje tijd al 2,5 seconden weggereden. En die Stroll, die zat eerst ook vast achter Russell. Die is al 5,5 seconden van ons weggereden. Puur en alleen dus, omdat wij dus vast zaten achter Russell. Het enige wat ik nu ook hoopte, Russell blijf alsjeblieft nog een paar rondjes buiten. Want Perez zit achter je, Sainz zit achter je, Verstappen zit achter je. En hoe langer Russell hun kan tegenhouden, hoe verder ik op ze uit kan lopen. Maar dan raad je het al, uitgerekend al die gasten die gestart zijn op de mediumband gaan uitgerekend nu naar binnen. En ik heb er eigenlijk niks aan gehad dat ik Russell heb ingehaald. Ik heb daardoor geen significante voorsprong opgebouwd. Wat er wel gebeurt is dat opeens Kimi Räikkönen uit de pitstraat gereden komt en voor mij terechtkomt in zijn Alfa Romeo. Ik denk, wat maken we hiermee? Die man is als 11e gestart op de mediumband. Heeft dus constant zijn eigen tempo kunnen rijden. Want we zagen dus straks dat Bottas en Albon juist vast zaten achter hem. En wij zaten natuurlijk vast achter Russell. En die is nog trager dan de Alfa Romeo. En daardoor heeft Räikkönen gewoon een stop kunnen maken. We kijken nu ook even mee met die stop van Räikkönen. En ook bijvoorbeeld de Lando Norris. Die hebben allemaal door kunnen rijden omdat ze op de mediums zijn gestart. Zijn door niemand opgehouden. In tegenstelling dus tot ons. Wij zijn wel opgehouden. En daarom komt Norris terug de baan op als nummer 3. Achter Bottas en Leclerc. Bizar. Inmiddels is het een rondje later nog voor andere gasten de tijd om hun één stop te maken van medium naar hard. Dat zijn Ocon, Giovinazzi, Magnussen. Die komen allemaal dik achter ons terecht. Maar daardoor stijgen we wel weer terug naar P10. Eigenlijk waren er dus 3 soorten strategieën. De gasten die gewoon op de medium zijn gestart en een één stop doen. Gasten zoals ik die op de soft zijn gestart en een één stop doen. En de guys waar we nu naar kijken. Want in rondje 16 is het tijd voor de mensen die een twee stop doen om een tweede stop te maken. Je zag Vettel al even binnen. Die dus soft, medium, medium is gegaan. Zo ook Stroll en zo ook Dani Kvyat. En ik rijd hier natuurlijk echt bij lange na voorbij. Je zag in de achtergrond net ook even Sainz nog snel binnenkomen. Die had al zoveel tijd verloren. Die is helemaal de weg kwijt. Deze gasten gaan wij nooit meer terugzien. Omdat zo als uitgelegd de twee-stop niet werkt. Hier. En dan kijken we even voor en mee. Want Norris zat natuurlijk op P3. En dat is eigenlijk maar net voor ons. Aangezien wij op P7 rijden. Dus ja, dat is gewoon een soort van nog wel interessant om te kijken. Want natuurlijk zaten Albon en Hamilton vast achter hem. Of nou ja, in ieder geval achter hem. Die battleden gewoon met hem op plek 3. En wat ik al zei, er wordt niet veel ingehaald. Maar natuurlijk kan het wel. Zeker als de Red Bull ten opzichte van de McLaren is. Dan maakt Albon uiteindelijk de move. Gaat Albon naar plekje 3. En uiteindelijk weet zelfs Lewis Hamilton ook Norris nog in te halen. Gaat Hamilton naar plekje 4. Valt Norris terug naar plekje 5. Maar als wij dan meekijken vanuit ons, dan zie je dat Räikkönen nog steeds minder dan een seconde voor ons zit. En Norris nog 7 seconden voor ons zat. Inmiddels nog maar 6,5. Dus op zich zou het nog wel kunnen met nog 8 rondjes te gaan. Dat we ook nog misschien bij Norris zouden kunnen komen. Inmiddels lappen we Latifi. Overigens wel een mooi moment in mijn Formule 1 carrière. De allereerste keer ooit dat ik een car lap. Of dat ik een auto lap. Een car lap, wat zeg ik. Vettel, die al achter ons zat. Die al een dramatische race had door zijn dramatisch slechte strategie van 2 stops. Heeft dan ook nog een engine failure en valt uit. Nou, die Ferraris, dat is echt niet normaal hoe slecht die zijn. Hoe vaak die eigenlijk uitvallen in deze game, in dit seizoen tot nu toe. Dus we winnen er geen plek mee, aangezien Vettel achter ons zat. Dat is mooi om te zeggen over een Ferrari, maar bijzonder. Maar door zijn strategie zaten wij voor hem. En uiteindelijk, in rondje 30, maken we eindelijk die move op Kimi Räikkönen. Die we natuurlijk wel gewoon moeten kunnen hebben in zijn Alfa Romeo. En dan hier is die gele vlag voor Vettel. Ik dacht, nee. En dan was ik er net voor toen we het stuk van de gele vlag ingingen. En dat, bij een gele vlag mag je niet meer inhalen. Dus kon Räikkönen niks terug doen. Hij kon geen counterattack geven. Hij kon geen aanval terug doen. Omdat op het moment dat we de sector ingingen waar de gele vlag hing, zat ik net voor Räikkönen. En daardoor moest hij me laten gaan richting bocht 2. Uiteindelijk weten we het gat met Norris nog te dichten tot 4,9 seconden. Ik dacht, ja, kan ik er nog voor gaan? Kan ik er nog voor gaan? Stampen. Uiteindelijk 2 rondjes te gaan nog. Het gat moest ik laten varen. Ik moest aan mijn banden denken. Ik moest ook niet te veel risico nemen. Gast, ik rij 6e. Waarom zou ik zoveel risico gaan nemen om misschien nog bij Norris te kunnen komen?
Dat is helemaal niet meer nodig. We finishen de race als zesde. Een fantastische strategie in een fantastische race. Met een fantastisch resultaat. Een evenaring van onze beste score. We eindigen als zesde op de Grand Prix van Hongarije. De winnaar van vandaag is Charles Leclerc. Hij was als enige in de top 10 gestart op mediums. En heeft dus als enige geen last gehad van verkeer. Omdat hij natuurlijk niet zoals de mensen op soft al snel naar binnen moest. En achter het verkeer terecht kwam. Hij eindigt 8 seconden voor Bottas. Dan zie je maar weer hoe belangrijk die strategie is. Norris is als 11e gestart en eindigt maar liefst als 5e. Dan wij als 6e ook fantastisch resultaat. Raikkonen die in de waardeloze Alfa Romeo van de 10e plaats naar de 7e rijdt. Verstappen alsnog net in de puntjes op plek 9. Nick de Vries onze teamgenoot 14e. En kijk dan eens naar die gasten die 2 stop hebben gedaan. Stroll als 5e gestart en uiteindelijk als 17e geëindigd. Kwiat 18e, Sainz 19e. Die 2 stop was dramatisch vandaag. Hierdoor komen wij in het totale klassement iets dichter bij de Renaults van Ocon en Ricciardo. Nick de Vries nog steeds op 0 punten, evenals Russell en Latifi en nog wel wat meer gasten. In het constructeurskampioenschap zie je weinig veranderingen, behalve Alfa Romeo die door het fantastische resultaat van Raikkonen over Alfa Tauri heen gaat. Wij lopen iets in op de rivaliteit met Ocon. We hebben nog 2 races, staan nog 5 punten achter. Ik weet niet of dit nog mogelijk is. Laten we het hopen. Qua faam, ja, de Vries upgrade naar level 6 en we zijn inmiddels onderweg richting level 12. Maar zo gezegd, pas bij de level 20 krijg je een nieuwe sponsor, dus dat gaat nog wel even duren. Heerlijk, al onze bonussen gehaald. Natuurlijk die snelste raceronde in een sessie. 352k voor die ene bonus. Uiteindelijk in totaal bijna 8 ton erbij. En dat brengt in totaal op 2,2 miljoen. En daarmee gaan we de volgende aflevering weer lekker door. Bouwen aan Worstenbroodje Racing. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Tot de volgende video. En later mensen.